Ik kwam thuis en gelijk kwam de bezorger eraan. Ik heb een pakketje binnen. Nou, Sarah is gelijk het gelukkigste meisje op de wereld, want opa komt ook weer binnen, vast met een verjaardagscadeau. Ik weet het niet. Wat een dilemma. Goedemorgen, het is woensdag. En het is een beetje twijfelweer. Ja, het is een beetje raar weer, hè? Het is wat... Het gaat regenen, maar het regent niet. Nee, het is droog. Het is een beetje mistig, een beetje heijig. Het is niet koud. Jawel, het is echt heel koud. Nou, het is niet heel koud. Ik weet niet wat we vandaag hebben. Oh, nou, dan heeft Ser het koud, maar het is niet zo koud. Dat valt wel mee. En we moeten opschieten. We zijn... Als ik opschiet, nog op tijd op school. Ja, wat? Ah, dat is een leuk hondje, hè? Ja. Dat is heel schattig. Wat een hondje heeft u, mevrouw? Dus, nou, even flink doorfietsen. En dan snel naar huis. Oh. Je hebt vandaag een korte dag op school, hè? Ja. Je hebt vandaag een korte dag op school. Ja. Ja. En wie komt er ook? Opa! Ik kwam thuis en gelijk kwam de bezorger eraan. Ik heb een pakketje binnen, maar die kan ik niet voor jullie unboxen. Want dit is een verrassing voor Sarah. En dat is iets wat Marco en ik al echt ver voordat we het nu besteld hebben al hadden afgesproken dat we zouden gaan doen. Maar op de een of andere manier kwam het er elke keer niet van en nu hebben we het. Dus als ze zo uit school komt, kan ik haar verrassen daarmee. En dat vind ik echt leuk. Want ik denk dat ze er zo verschrikkelijk blij mee gaat zijn. En het is altijd leuk om je kindje blij te maken. Ik vergeet bijna nog de outfit van vandaag. Ik heb deze top aan van Guess. Ik blijf deze heel leuk vinden met sliertjes. En flatbroek van Mango. En mijn Calexis schoenen. En ik hou echt van die schoenen. Ze hebben een bizar hoge hak. Maar ze lopen heerlijk. Maak maar open, kleine smurf. Het is een cadeautje. Iets waar je denk ik heel blij mee bent. Zie je al wat het is? Nee. Goed kijken. Een babyfietsstoeltje. Ja, een poppenfietsstoeltje. Die wilde je toch zo graag? Ja. Die krijg je nog van ons, van papa en mama. Omdat je kan fietsen. We hebben al heel lang geleden afgesproken. Als je kan fietsen, dan zou je die krijgen. Hoe vind je dat? Leuk. Ja, ben je blij? Ja. Gelukkig. Er zit hier wat te kijken. Leuk, hè? Hey, er zit hier wat bij. Ja, dat is de bevestiging. Nou, Sarah is gelijk het gelukkigste meisje op de wereld, want opa komt ook weer binnen, vast met een verjaardagscadeau. Wat heb je? Een ster. Oh, je doet hem ook zelf even monteren al. Kijk, opa, ze monteert hem even zelf. Kind van de vader. Nou, of van de moeder. Ik doe dat ook hoor, opa. Een beetje seksistische opmerking. Ja, hij zit erin. Die zit erin, maar rechts nog niet, hè? Kleine monteur. En weer paars, hè? Je houdt van paars. Ja, tuurlijk hou ik van paars. Wij zijn Kwiks aan het spelen met opa. En het is echt gewoon nog spannend ook wie gaat winnen. Ja. Ik heb niks aan je zeven. Ik heb ook niks aan de zeven. En Sarah ook niet. Oeh, Sarah, jij mag rollen. Laat het zien. Ik heb hem gerold. Ze heeft net gerold. Oh, is dit van jou, de zeven? Ja. Heb je al wat geschreven dan? Nee, je kan niet, hè? Of wel? Ja, je kan wel wat. Wat dan? Oeh, je hebt zelfs een hele mooie liggen. Maar dan ga ik het niet meer zeggen. Je hebt twee hele mooie liggen. Die vind ik gelijk. Ja, nou, dan mag je hem strepen. Wie heeft er gewonnen? Ik! Ja! Ik ben de kampioen. Yeah! We hebben net gegeten. Sarah is nu lekker naar de bedje. En Marco die werkt tot laat vandaag. Dus ik ben alleen. En ik moet even editen. Maar ik zit te twijfelen of ik dat nu wil doen. Ik heb natuurlijk die hangover marathon voor mezelf gehouden. Ik heb al die drie films gekeken. Omdat ik die natuurlijk nog nooit had gekeken.
Maar ik zit even te twijfelen. Ik wilde Modern Family ook gaan kijken. Of editen nu. Maar ik denk, ja, nu ben ik even alleen. Dan is editen fijn. Maar ja, als ik echt een serie wil kijken, is dat ook nu natuurlijk echt een perfecte timing. Dus ja, what to do, what to do. Ik was al mijn laptop aan het aanzetten. Ik ga sowieso mijn beelden al inladen. Dan heb ik dat wel al gedaan. En ja, ik weet het niet. Wat een dilemma. Ik dacht dus, nou, ik ga gewoon maar even editen. Ik moest 2. Ik denk, dan doe ik in ieder geval 1. Dan kan die renderen en dan kijk ik daarna wel verder. En dan zit je zo het scherm en dan is die klaar. En dan ga je hem op renderen zetten. En ik doe hem altijd even afsluiten en dan weer aanzetten. Want anders doet hij het dus heel vaak niet goed. En ik kijk op. Ik denk zo, het is donker. Ik heb het gewoon helemaal niet doorgehad dat het hele daglicht verdwenen is in de tussentijd. Dus ik zat er echt helemaal in. Maar het is denk ik ook wel snel gaan, want het is nog niet eens super laat. Het is 9:15. Moet je voorstellen, echt een maand geleden of zo, misschien iets langer, was het echt gewoon tot 11:00 s'avonds licht. Echt bizar, weet je. Dan ga je gewoon bijna naar je bed en dan is het nog echt daglicht. En nu, om dit tijdstip, is het gewoon al donker. Dus ik ga hem even op renderen zetten. Als die opschiet. En even wat licht maken. Het is echt... Het is bijna avondnacht is. Sarah heeft natuurlijk de stek vandaag gekregen van opa. Het was voor de verjaardag. Maar echt, ik zweer het, dit ding, dit roept mij. Ik zit de hele tijd naar te kijken. En denk, ik moet het ook doen. Maar het is echt moeilijk, want die step is echt veel te klein voor mij. Hij is van Sarah al iets aan de laag kant nog. Maar Marco moet hem... omhoog zetten. Maar ik heb echt een grote losse ding in mijn eentje. Maar dan wil ik ook een ster. Ja, dan ben ik weer bang dat ik hem ga kopen. En dat ik hem over een paar dagen niet leuk meer vind dan. Maar ondanks dat het klein is, lukt het nog wel een beetje. Maar het is dus wel grappig, want ik probeer dus heel tijd om een rondje te maken met 2 benen erop. Maar dat is echt moeilijk om het te doen. Want mijn rondje is niet heel groot en het ding is te klein. Ik moet vaart maken. Ik ga echt mijn nek breken. Oh, mijn laminaat vindt het ook erg leuk. Ik ga lekker naar mijn bedje toe. Dus ik wil je nog bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, vergeet niet op abonneren hier te klikken. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!